Wat eten we vandaag? Die vraag staat centraal op Culinaars. In deze show laat ik je zien dat lekker eten niet moeilijk of duur hoeft te zijn. Elke aflevering gaan we naar een studentenhuis om te koken. Wil jij dat we ook bij jou komen? Klik dan hier. Ik ben Pim Elbers en dit is Culinaars, de webshow. Culinaars. We zijn vandaag in Utrecht bij de jongens van Brandmerk, lid van het koor. En we gaan weer een ontzettend leuk dinertje voor ze koken. Laten we kijken of ze thuis zijn. Toen ik aan het bladeren was door de website, kwam ik bij een pagina waar een inschrijfformulier was. Waar je kon inschrijven zodat Pim, de maker van de website, 3 gerechten voor je kon gaan koken. En dat vond ik wel zo leuk, aangezien we het af en toe wel op de website zitten, dat ik het ingevuld heb en hij mij daarna gelijk contact heeft om hier te komen koken. We hebben vandaag een hele lekkere spinazieschotel. Daarvoor hebben we nodig een pan. En een stamper. En nog een pan. En de ovenschotel, maar daar durven we niet mee te gooien. De ingrediënten die we nodig hebben zijn diepvriesspinazie, boursin, geraspte kaas, zout en peper, eieren, kruimige aardappels, melk, room en groentebouillon. Oké, voor dit recept beginnen we met aardappelpuree. Dus we beginnen even met de aardappel schillen. En dan snij ik hem gewoon in kleine stukjes, zodat het koken ook allemaal niet zo lang hoeft te duren. Zo, en die kan dan in de pan. Zo, als al je aardappels zijn geschild en gesneden, doe je er water overheen tot het net over de rand heen is. Van de aardappel dan, in van de pan. En dan doe je de bouillonblokjes erbij. Groentebouillon laat op staan, in dit geval. En dan gaan we die koken. Terwijl de aardappels opstaan, doen we ook gelijk de spinazie even rustig vernooien. Pak je diepvriesspinazie, die mag nog helemaal bevroren zijn. Dan doen we gewoon in de pan. En laten we op een heel zacht vlammetje, laten we die eventjes ontdooien. Schep af en toe die gesmolten spinazie over de bevroren spinazie. Raad het allemaal gewoon een stukje soepeler. Anders heb je straks één spinazie die ontzettend gaar is. En de andere die gewoon nog bevroren is. Nou, giet dan de room. En de melk. Over de aardappelen. En pak iets waar je mee kan stampen. En plak ze gewoon fijn. Oké, uiteindelijk heb je dan wel een gladde, mooie aardappelpuree. Die ook werkbaar is. Nou, even proeven. Nou, daar moet nog wel wat zout en peper bij. Doe voorzichtig met die zout en peper. Want je kan natuurlijk altijd zout toevoegen, maar nooit eruit halen. Als de spinazie dan helemaal gesmolten is en het lekker warm is, dan mag daar de boursin bij. En die roer je gewoon even tot het allemaal helemaal glad is. Als die boursin dan gesmolten is, mag je in de ovenschaal. Daar overheen mag de aardappelpuree. Leg die er een beetje voorzichtig op, dat niet heel de spinazie meteen naar de randjes drijft. Nou, dan maken we even een mooi gaatje in de puree. Ongeveer zo groot als een ei. Zorg even dat de randjes mooi glad zijn. En dan tikken we daar een ei in. En hier gaat dan kaas overheen. Verdeel die gelijkmatig. Even voorzichtig voor over die eieren. Want anders loopt de ovenschaal over. Zo, en die doen we dan in de oven voor ongeveer 20 minuten op 200 graden. Kijk even goed of je eieren gestold zijn. Er is niks lulligers dat je straks de dingen op tafel opstaan, dat die eieren nog niet gestold zijn. Dat was dus de spinazieschotel. Vergeet niet, kruimige aardappels, laat de spinazie rustig ontdooien en laat de oven zijn werk doen. Geniet vooral van deze ontzettend lekkere spinazieschotel.
Bedankt voor het kijken. Wil je het recept nog even rustig nalezen? Check de link in de beschrijving beneden. Wil je de rest van het menu zien? Abonneer dan op Culinize. Dit was Culinize. Eet smakelijk. Tot de volgende keer.